Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn wakker en we gaan van huis veranderen vandaag. Overdag gaan we shoppen in Allenton. Sam en ik gaan ook werken bij de Starbucks vandaag. Bij Space Place. Space Place. En alles is opgeruimd. Kamer is terug te goed gezet. Koffers zijn gemaakt. Maar die mogen we straks terug uitpakken. Yes. En het is Delphine haar. Is alles hier weg, ja? Delphine haar. Laatste dag, die gaat zelfs naar huis vliegen. Dus we zullen eens kijken of ze nog een paar laatste woorden heeft. Voor de vlog. Ja, wel is de hartstikke. En? Zijn we er klaar voor? Maar het is hier heet onder. Als ik in Guatemala aankom, ik laat het je weten. Straks stuurt jij zo'n bericht. Oei! Ik ben, weet ik veel waar. Dus wanneer in België allemaal tippies. Ja. Ja, zot. Je gaat alleen vliegen, maar je gaat dat wel goed doen. Zullen we zien, hè? Zullen we zien. Je mocht wat pillen van mij, ja. Ja. En dan lig ik daar op de airport. Wie weet, reageert je daar slecht op of zo, helemaal. Ah ja, oké. Okay. Dag Delphine. Dag beste vlogjes. Bye bye huis. Bye bye. Bye bye. Tot misschien volgend jaar of zo. Nu af toe huis nummer 2. Ah nee, we gaan eerst shoppen. Straks pas. Doei. En? Is uw drankje lekker? Ja. Sam heeft ook eens iets genomen, iets nieuw. Green tea matcha latte. En hij vindt het heel vies. Nee, ik blijf wel bij mijn oude vertrouwde berry berry hibiscus. En nu wachten we nog op onze egg bites. We got the goods. Sam zijn vies ding. Dan hebben we weer onze protein egg white met red pepper bites. En ik heb de berry berry hibiscus refresher like usual. Smakelijk. We zijn in ons nieuw huis. Ik heb nog geen tour gegeven, maar dat zal ik morgen vroeg nog doen. We hebben lekker gegeten, spaghetti scampi. En vandaag zijn we gaan shoppen, maar ik heb zo goed als niks gekocht. Ik heb van Kiehl's de cleanser gekocht opnieuw, want die van mij was op. En dan heb ik dit gekocht. Als Sam misschien eens even zo te vasthouden, dan kan ik het laten zien. Zo BH'tjes om te of sporten of slapen. Ik draag dat ook om te slapen. Als het echt heel heet is, deze. En deze. En dan heb ik ook nog een heel zak vol met spullen voor de baby boy. De baby boy van Celine en Nick, of course. En, maar die ga ik niet laten zien, want ik heb ze alleen als die de vlogs kijken, dan heb je dat gezien. Maar mama en ik hebben echt van alles gekocht voor de baby van Celine en Nick. Maar ik had al een paar dingen gekocht, dus nog een paar dingen extra. Zo. Ja. En we slapen samen op elkaar met Anaïs. Anaïs moest eigenlijk... Ja. Anaïs moest eigenlijk... Ja, niet in de zetel slapen, maar de zetel wordt zo'n bed, een tweepersoonsbed. Ja, hoe zeggen we dat? Maar dan sliep hij daar zo helemaal alleen, aangezien dat Delphine weg is. Ja. Toen zeiden wij, kom, we maken kom maar lekker bij van ons. De zetel, een bed op de grond. En hier is haar bedjes, hè. Oh. En nu slapen we allemaal samen. Met ons drie. Oké, ik ga de roomtours, of de house tour, morgen doen. En ik ga hier de vlog afsluiten voor nu. Maar morgen film ik dus nog wel de roomtour hierachter. Dus tot morgen! Goedemorgen iedereen! Ik ga jullie een tour van het huis geven. Ik ga boven beginnen. Maar ik ga de slaapkamers niet laten zien van Lieven en Patrick en zo. Nee? Ja, oké. Okay. Hier is de slaapkamer van Lieven en Patrick. Ja, die hebben dat opgemaakt. En hier is het uitzicht van een terras. Woehoe, daarachter is de zee. Wacht, nee, daar. En dan is hier de badkamer.
Wij gebruiken die samen met Lieven en Patrick. Hier is Sam. Hey. Crushing his teeth. Daar is nog een ding. Een douche. Het bad. Het toilet. En heel veel ruimte om te dansen of zo. Dat is echt kei groot eigenlijk, hè. Dan hebben we beneden, maar dat zal ik zo laten zien. Ik ga eerst mijn tanden poetsen. Tanden zijn gepoetst. Ik heb mascara opgedaan. Hier is op het tweede verdiep onze kamer. Sam en ik slapen hier. Daar slaapt dan Anaïs. En hier is de kast. Wauw. Echt keiveel rommel. Oh, ja. Maar oké. Dan hier. Is hier iemand? Nee. Hier is nog een slaapkamer. Hier slapen mama en papa. En de wasmachine is een droogkast. Hier is de badkamer van mama en papa. En hier is de living met Anaïs. Oké, mooi. En de keuken. En hier is de ontbijthoek. Of je noemt zoiets. De dinner table. Nou, hier kunnen we naar buiten. Ik heb een terras buiten. En daar is de pool. Oké, nu zie je dat wel door gaas voor de muggen. Maar die zal ik straks laten zien. Nu gaan we naar onder nog eens. Hier is eigenlijk de voordeur. Is dat open? Nee? Ah, jawel. Dus we liggen wel langs een drukkere weg. Maar zo ziet het huis eruit. Ik zal het laten zien. Als je het goed ziet, want daar ligt ze wel echt zo tussen de bomen. En dan terug naar boven. Maar het is heet. Daar zijn de andere buren. Dan nog naar onder. Dan gaan we naar de garage. Het is heel donker, want het licht gaat vanzelf. Dan hebben we hier eerst nog een badkamer, toilet en een douche. Voor wie naar het toilet moet onder. Als je bij het zwembad bent of zo. Hier staat de auto van de eigenaars van het huis. En hier is de pool. Tadaa! Kijk hoe mooi. Met jacuzzi die ook warm wordt, maar het is wel mega warm. Dus ja, we hebben dat niet echt nodig. Dan kun je hier zitten. Super gezellig plaatsje. En zo ziet het eruit. Ik ga hier ook de vlog afsluiten voor nu. We gaan naar de markt, denk ik, zo vertrekken. Amai. Mijn haren, echt geen nut. Ik heb gisteren geblazen. Die krullen gewoon weer helemaal. Maar dus we gaan nu naar de markt. Hopelijk vonden jullie het leuk. De markt ga ik in de vlog van morgen laten zien. Dus ik ga zelfs wel verder vloggen. Maar hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.